Welkom dames en heren, welkom op Stappenbach. Dit is de kaart, hopla. We gaan vandaag weer een beetje voorbereiden. We gaan velden scoren, dat vooral. We gaan op veldenjacht, heel belangrijk. We gaan gewoon een paar rondjes rijden. Ik weet wel welke veldjes ik ongeveer wil. Ik hoop dat jullie het met me eens zijn. Ik ga een beetje alle uithoekjes in. Ik ben wat van de afgelegen kleine veldjes. Vind ik leuk om daar werk op te doen. Dus ja, veldjes zoals 227 hier onderin. En velden als veld 20 bovenin. Geweldig vind ik dat soort dingetjes. Hebben jullie toevallig nog een leuke map waar dat soort veldjes in zitten? Ik weet een paar maps die echt gewoon van dat soort afgelegen velden hebben. Heerlijk vind ik dat om te werken. En we gaan vandaag eerst gewoon eens een rondje rijden. We gaan gewoon van noordoost naar noordwest. Van weet ik veel, van zuidwest naar super noord-zuid of zo. Weet ik veel, maakt niet uit. Stap eens in de trekker zo. En eerste rondjes beginnen. Wow, en ik was natuurlijk bezig met dat venstertje wegklikken. Dus daar moeten we maar eens mee stoppen. Even goed kijken. Komen niet echt voetgangers aan. Mooi. En dan gang maken. Op de cruise control. Dan rijd ik ook makkelijker. Kijk, zo'n veld als 97 zou weer veel te groot zijn. Hier natuurlijk drie grasvelden van vorige keer. Veld 93 zit nog niks in. Ze is wel heel dichtbij, zou op zich kunnen. Maar ik zit toch te denken aan iets anders. Gaan we hier rechtsaf. Mooi de springbult gaan we heen. Hier rechtdoor kunnen we niet natuurlijk. Dus hier al rechtdoor. Veld 31, ik weet ook niet, is ook nog niet helemaal wat ik op dit moment zoek. Rechts natuurlijk genoeg grasvelden, maar die komen dan wel. Oké, hier moeten we door het water. Hey. Dat is op zich wel mooi. Stel je voor, je komt hier met de combines langs. Dus ik denk wel dat ik hier al in de hoek een veldje wil gaan uitzoeken. Gaan we hier eens even kijken of we linksaf kunnen. En dan hoop ik dat we op tijd rechtsaf kunnen. Ja, volgens mij kunnen we daar rechtsaf. Wow, kijk uit, mevrouw. Mensen kijken hier niet uit gewoon, hè. Oké, ja joh, loop midden op de weg. Nou, hier, dit is een mooi veldje. Mooi klein veldje, lastig om te komen. Hier ga ik eens even uitstappen. Zo, een veld 3. Hierachter veld 2 is gras. Dat zoek ik niet. Grasvelden hebben we ondertussen wel genoeg. Kijk, er staat veld 3. Staat dat te koop? Ja, zo te zien wel. Ben ik nog heel benieuwd voor welke prijs. Het is... daar was ik... Nee, het is iets bijzonders, denk ik. Ik ga eens even checken. Wat staat er op veld 3? Wit. Dat is oud. Dat is niet helemaal de... Niet echt wat ik zoek, zeg maar. Nee, dat wordt hem niet. Dat wordt hem niet. Dan moeten we speciale maaibekken gaan regelen. Dat komt later wel allemaal. Oké, vreemd. Daar moeten we dus ook rekening mee houden. Multifruit. Ik heb niks met multifruit eigenlijk. Ik weet niet of jullie... als ik dit veld nou moet kopen, geef dat dan even door. Dan weet ik dat ook weer. Als jullie dat graag willen. Veld 4 staat iets te groeien. Geen idee wat. Nou, hier gaan we eens linksaf. Kijk of dat ze hier wel iets normaals hebben staan te groeien. Dit ziet eruit als... Gewoon echt weer spieken. Dit ziet er wel uit als graan. Eventjes dubbel checken dat dit ook daadwerkelijk graan is. Even kijken welk veld is het eigenlijk. Veld 5. Dat is geen graan. Het dichtstbijzijnde graanveld is 46 en 11. 11 is toch al een vrij groot veld. Excuseer mij. Ik ben helemaal de weg kwijt hier ook. Oké, veld 46. Dan gaan we jagen. Wat een beetje een hectische aflevering gaat dit worden als dit zo doorgaat. Kijk uit. Nou, het past. Wat een wonder. En dat past niet. Ik ben hier echt niet goed in. Ja, in het echt wel. Maar op dit spel, totaal niet.
hierachter zit ergens een maïsveld. Dat ik op zich nog wel mooi vind om te hebben. Dan moet ik hier al linksaf laten komen. Dit is mais, als het goed is. Kijk, er zit hier ook ergens een bonnetje. Ik zie hem nergens. Moet je dan via de andere kant het veld betreden of zo? Ik heb echt geen idee. Ik hoop maar dat we hier langs kunnen. Dat veld 46, dat zouden we kopen. Hier ook. Ja, ik krijg al meteen de hik. Wat is dat nou weer? Te koop, oké. Dat is niet veel, maar het is ook maar een heel klein veldje natuurlijk. Het is van ons en ik hoop maar dat het tarwe was. Ja, het is tarwe zo te zien. En dan ga ik proberen om 11 en 13 te kopen. Geen idee hoe ik daar moet kopen. 48, daar verderop kan ik ook nog wel regelen. En weer een paar veldjes dicht bij elkaar. Hier ook zitten allemaal goede dingen enzovoort. Dit is een maïsveld, maar waar staat nou het bord? Is dat daar verderop? En waarom is nou weer 49, zeg maar, een heel klein plakje? Wat groeit hier dan weer? Dit ziet eruit, als je het mij vraagt, als gerst. Maar wat is het? Ik denk dat het gerst is. Dit gaan we wel een keer aan elkaar ploegen. Dan maken we veld 48, 49 een groot ding van. Zo, mooi. Dat is nu ook van ons. En dan staat hier koolzaad. Een vrij groot koolzaadveld. Maar ja, een groot veld mogen we ook wel hebben. Dus even kijken. Op zich vind ik 12 wel een mooie grootte om erbij te nemen. Nee, ik had die beter met de trekker naartoe kunnen rijden. Maar veld 12 wil ik ook wel hebben. Lijkt dat we vooral in het noorden van de map bezig gaan. Verkeerde knop. Deze is meteen een duur veld, maar ja, we hebben geld. Dus helemaal terugrennen. Kijk meteen even op de kaart hoor. Welke velden zouden we nog willen? Eigenlijk, we hebben hier nu een aantal velden. Moeten we maken dat we hier wegkomen. Veld 92 valt me nog wel op. Ik weet niet wat daar precies op staat. Maar dat vind ik op zich wel een mooi veld. En dan kijken we dat we nog even een paar van die kleine veldjes kunnen zien te vinden. Ik wou, eigenlijk zei ik net, 11 en 13. Kun je hier langs op? Dat kan wel, dit is niet helemaal de bedoeling. Maar we rijden met een trekker. Oh, het staat hier ook, hebben ze gewoon random verzonden dat ze hier een camping willen gaan bouwen. Mooi is dat dan. Direct op mijn grond. Tussen deze twee akkers door dan. En eens kijken waar. Deze twee veldjes vind ik wel mooi. Kijken waar ze hier de bordjes hebben staan. Nou, hier hebben ze een bordje. Deze weg moet je dus blijkbaar komen. Nou, kopen. Dit zijn een paar dure velden. Dan hebben we tenminste ook wat echte velden. Kunnen we binnenkort een keer, als het mais voltooid is, een keertje een echte maisoogst gaan doen. En waar staat dan het bordje voor, dit is veld 14, waar staat dan het bordje voor veld 13? 12 is blijkbaar voor ons. Oh ja, 12 is voor ons, dat wist ik. Ik dacht, ik ben helemaal in de war. Is helemaal gezond. Maar daar staat een bordje. Oké. Waarom pak ze niet gewoon in het midden zo'n dingetje op, zoals altijd? Dat is veel makkelijker, dat scheelt weer. Dan rij ik niet tegen hekken aan en zo hoort. Kopen. Nou, zo zou je hier dus moeten komen. Er loopt hier dus gewoon een weg, blijkbaar. Mooi. Dan weten we dat ook weer. En dan gaan we snel zorgen dat we voorbij die grasstrip komen. Daar ook van veld 30 tot en met 91. Dat is gewoon allemaal gras. Wow. En doorklossen. Moeten we hier rechtdoor nog iets halen? Nee, we hebben veld 24. Veld 20! Oh, dat is zo'n schattig veldje. Die moet ik hebben.
denk dat je er hier via komt. De maps sterk gezien. Wel 20 moeten hebben, jongens. Prachtig veld ziet dat eruit. Ik zie hier al iets van het denken. Energieopslag zo te zien. Kunnen we hier nog door het bos verder? Of moeten we over? Ja, we kunnen wel door het bos. Of dat nog echt een pad loopt. Ik heb echt totaal geen idee. Ik denk het niet. Nee, hier loopt geen pad. Er zal wel een pad lopen hoor. Maar eventjes door de struikjes kan ook geen kwaad. Aha. Ik had beter over veld 19 kunnen gaan. Hier loopt een heel mooi pad. Zo, veld 20. Die wordt van ons. Die willen we hebben. Mooi en klein schattig veldje. Ik hou jullie wel bezig hoor. Ja, nu zie je het eigenlijk pas als je ergens bent geweest. Zie je pas dat er een paardje op ligt. Kaart. Die loopt hier zo op veld 19 heen. En op veld 18. 18 is weer veel te groot. 21 is ook een veld eigenlijk zo groot is dat we dit niet meer nodig hebben. Oh, daar was de toeter. Kijken, waar moeten we nou nog naartoe? Dan 92 zouden we kunnen kopen. En voor de rest wil ik niet meer te veel kopen. Als het goed is, zien we zo meteen daar zien we veld 24, dat is van ons. Maken dat we hier ergens naar rechts kunnen. Kijk, is er ook echt een afslag naar rechts? Ik denk, ik hoop dit hier ook. Ja, dit ziet eruit, dus weg. Eens is kijken hoe we het ons leidt. Als het goed is, moet het ergens een keertje over het water gaan. Dus goed, Chris. En het veld in, veld 69. Hopelijk kunnen we hier ook. Oh, daar is het water. Nee! En hier dan langskomen. Ik hoop die toch niet dood, hè? Maar het loopt hier wel dood, zo te zien. Oh. Gaat toch dood. Langs het water al door de struiken en dan gaat het stevige door het water. Maar de grote vraag, zijn we er nu langs, ja of nee? Ik denk het. Nee. Oh nee. Want je loopt op pad. Het is wel mooi om te werken, maar je moet ook niet de weg kwijtraken. Hier ook kunnen we het. Zet het dus blijkt wel alleen de pad naar een wat rijden trekken een deutschap over te hebben. Ja, doe dan ooit met je trekken even onduidelijk te zijn. Dat kan niet. Maar het moest wel even, anders dan wist ik ook niet meer de weg. Ik was hartstikke bepaald. Ja. Het is een prachtige map dit, maar. Je raakt hier wel snel verbaasd, zeg. Veel te snel als je mij vraagt. Nou, dan regelen we veld 92 maar even, dat is een mooi veldje. En dan kunnen we verlopen. Morgen gaan we dus beginnen. Misschien dat ik nog wel een paar velden ga kopen. Ik wil niet te veel geld uitgeven meteen in het begin. Ik zit heel erg nog te twijfelen of dat ik wel een hakselaar ga kopen. Ik denk eigenlijk dat ik er nog een mod hakselaar bij wil. Ik weet niet of jullie het daarmee eens zijn of niet. Het zou op zich wel handig zijn. Die standaard kronen die is wel een beetje groot. En zeker om mee te starten hoor. En ja, tegelijkertijd die andere, dat ding voor op te trekken, die is een beetje klein. Dus ja, het is gewoon een beetje middenweg. Maar de samenvatting van vandaag. We hebben veld 11, 13, van 46, 48, 49 gekocht. Veld 20 hebben we gekocht. En veld 92. Dus misschien dat ik veld 227 morgen nog koop. Dat zien jullie dan. En ja jongens, voor nu zeg ik tot ziens. En ik hoop jullie morgen terug te zien. Woensdagmiddag 28 is dat geloof ik. Tenminste, ik mag niet liegen. Ik ga even spieken. Het is vandaag 27, dus ja morgen is het 28.
En dan zie ik jullie dan weer. Hey, joehoe.